Bij de overbuurman wordt de hele dag door aangebeld. Niemand komt binnen, geen kopje koffie kan er vanaf. En toch vertrekken ze met een glimlach op hun gezicht. Na het bliksembezoek fietsen ze bovendien een stuk sneller de straat uit dan ze met hun beteuterde kopjes aangehobbeld kwamen. Ik weet niet hoe die overbuurman eruit ziet, onder of boven zijn kleren. Ik weet niet wat hij wilde worden, waar hij werd geboren. Maar zijn reisbureau wil ik liever niet in mijn straat, wijk of zicht. Veilig van achter de kamerplanten wil ik alleen kinderen zien, vrolijk in de weer met stoepkrijt of desnoods pijltjes buizen. Hun strak gerolde kranten van achter de struiken op mij en alle andere fatsoensrakkers gericht.